Uit de zichtbare hemel vielen de Amerikaanse parachutisten die in 1944 het Brabantse dorp Veghel bevrijden. Voorafgegaan door de vaandelwacht van hun legereenheid, de 101e Airborne Divisie, veroverden 120 van die para's 15 jaar later nog eens de harten van de Veghelse bevolking. Amerikaans werden ze begroet, deze mannen die eens treden onder het blazoen van de krijsende adelaar. En ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene kwam naar Veghel om in aanwezigheid van vele hoge buitenlandse officieren de 7000 Amerikaanse luchtlandingssoldaten te eren die met grote verliezen de strategische weg Eindhoven-Veghel-Nijmegen veroverden. De prinses onthulde daartoe een ereteken, een creatie van de Brabander Niels Steenbergen die met aller steun de essentie van het monument zorgvuldig geheim gehouden had. Op een zwerfkei van 12.000 kilo kwam hoog boven de prinses een bronzen kangoeroe tevoorschijn. Het dier dat onbewust zijn naam als codewoord aan de 101e Airborne Divisie schonk. De veteranen en hun gesneuvelde makkers werden tenslotte geëerd met een krans van ons koninklijk paar die door de prinses aan de steen werd gehecht.